Groothuis. Een week geleden in Calgary een opening van 9,99. Dat moet harder. Hij is beter geworden in deze week, zegt Jacori. Gaat dag voor dag vooruit. De eerste pasjes zijn altijd moeilijk voor Groothuis. Is hij al goed genoeg? Darrow is een goede tegenstander hoor, voor hem. Ja, keurig. Daar kan hij wel mee. 9,89. Tiende sneller dan vorige week. Komt goed door de bocht. Ja, en nu zijn terrein. Het rondje. Wat heeft hij nodig? Martin, 34 gezet. Ja, 34. Oeh, missertje daar. 34, 7. Oeh, hij houdt die laatste buitenbocht niet eens. Nee. Heel wijd. Darrow schudt hij niet af. Zit naast hem. Hij heeft een 34 nodig om in de competitie te komen. Ja, 34-82. Daar kan hij veel mee. 34-82. Opening vorige week in Calgary van Otterspier. 9-88. Als hij daar wat van af kan halen. Nakajima vorige week. 9-6. Nakajima stond niet stil. De zilveren medaillewinnaar van de Spelen op deze afstand. Hij is wel goed weg. Ja. Hij is wel goed weg. Kijk, Otterspier is groter. Heeft wat meer ruimte nodig voor het lange lijf. Weer een missetje daar. Die eerste 100 meter voor Otterspier. 57 sneller dan in Calgary. En Otterspier is ook een tiende sneller dan in Calgary. Goeie opening met een misser. 9,79. Ook wat inhouden om goed aan te snijden. Heel wisselvallig dit seizoen. Nakajima won toch één keer een World Cup race over 500 meter. Oeh. In Nagano. Otterspier, waar ben je? Naar je baan toe. Maar kijk eens. Blijven. Komt er nog naast ze wat. 34-79 voor Otterspeer en 34-59 voor Nakajima. Het zijn geen persoonlijke records. Het zijn wel tijden waarmee je de competitie aan kan. Gelukkig voor hem is dit de 500 meter. En daar moet hij een 34 ook kunnen kloppen. Kijk, sterke openingen. 9-59. 9-65 voor Waas. Grote pool. Borderskoen daar niet staan. Nee, sommige schaatsers hebben er niemand nodig, want die informatie voegde niks toe. Geen soepele bocht voor Waas. Nee. Ja, de snelheid. Haga gaat dan naar de 34er toe. 34-43. Persoonlijk record. Die haalt een kwart seconde van zijn toptijd af. Deze Japanse sprintkampioen. Yoshi Kato. Ja, 1000 meters, dat is een drama van hem, ook dit seizoen. Maar op 500 meter, kijk eens hoe gedreven. Daar komt hij toch voor die 500 meter. Die 9,47 voor Kato. En dat doet hij zelden. En een werkelijk fenomenale binnenbocht hier. Kan hij doortrekken. Valt wel in stil na 300 meter. Die 34-3 van hem reed hij in 2005. In aanloop naar de Spelen van Turijn. 8 jaar geleden. Junior komt nog dichtbij, maar die is ook tot een goede 34 in staat. En Kato gaat naar 34-21, een persoonlijk record. 34-21 is een Japans record. Japans record van Yoshi Kato. 34-21. Het bewoog, Koskela. Ja, maar ze mochten weg. Maar hij mag weg. Beide mannen stonden op het podium naast Jan Smeekens. Allebei 34-3. Zijn snelste opening vorige week in Calgary 9-6 en Koskela nu 9-67. Ja, en Jamie Gregg, de Canadees in de buitenbocht, was sneller. Vorige week reed hij van allemaal de snelste ronde op de 500 meter. Ja. Verderweg, 24-6 reed Koskela toen. Gregg blijft erbij. Gregg komt onderdoor. Kijk, die bocht is van Gregg. Neemt risico. En de bluff van Gregg betaalt zich uit. Hij verslaat hier Koskela. 34-43. En Koskela komt nog heel sterk terug op dat laatste stuk. Ik zeg het, de ronde van Koskela was ongeëvenaard vorige week. 24-6, nu 24-7. Nog één rit. Michel Mulder, persoonlijk record. Gereden vorige week in Calgary, 34-55. Mika Pautela. Fins record houden. Nog steeds, 34-31. Opening vorige week in Calgary, toen hij zijn persoonlijke record reed, 9,72. Ik heb het over Mulder. 9,72 vorige week en nu 9,66. Dat is wezenlijk sneller. Zat gelijk goed in die kniehoeken, nu laag blijven. Komt wat omhoog in de tweede gedeelte van de bocht. De buitenbocht voor hem. Pautela achter hem. Eerder de bocht aangevallen dan Pautela. Pautela komt wel dichterbij. Komt ernaast. Nou, Mulder voorsprong.
34,55 was zijn persoonlijk record en hier staat 34,47. Hij verbetert zich. Michel Mulder, goed gedaan jongen. 34,47, ook jij staat in de competitie heel sterk nu. Natuurlijk heeft hij een 4 voor zich. Maar ja, hoe zit het? Hij doet het goed, zeker ook ten opzichte van Otterspeer en Groothuis. Kop is eraf. Hij kan 1000 meters rijden. En de kop is er goed af.